PSV Ajax. Het had de wedstrijd om het kampioenschap of op zijn minst de tweede plek moeten worden. PSV moet waarschijnlijk genoegen nemen met de derde plek in de Eredivisie. Maar dat wil niet zeggen dat de Eindhovenaren het rustig aan gaan doen tegen Ajax dit weekend. Het is een topwedstrijd. Een van de topwedstrijden die je speelt. En nu ook nog een eigen huis. Dus ja, daar, of je nou om de titel speelt of daar niet meer aan mee zou doen, dat maakt, gezien de prestige die er op het spel staat, weinig uit. Dit soort wedstrijden, die moet je willen winnen. En daar zullen we ook alles aan doen zondag. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Want het afhaken om de titel en de tweede plek is hard aangekomen bij de fans en ook bij de selectie. Om een wedstrijd tegen Ajax te winnen, dan kun je dat gevoel wel enigszins misschien verminderen. Nou, daar zullen we alles aan doen. Spelers die hebben de hele week naar deze wedstrijd toegewerkt. Heel goed getraind. Geeft nooit 100% garantie, maar er spat in ieder geval de scherpte vanaf. En nou moeten ze dat vertalen naar de wedstrijd. Nou, als er ook nog 35.000 man achter het team gaat staan, dan moeten we in staat zijn om Ajax te gaan winnen. Winnen van Ajax kan ook de kritiek op de leiding van PSV doen verstommen. Trainer Philippe Cocu kreeg het nodige commentaar over de prestaties van de Eindhovenaren de afgelopen 2 weken. Op het moment dat je succes hebt, nou, dan is het allemaal goed. Ja, en of je dan echt heel goed speelt of niet, daar draait het uiteindelijk om. En als je dat niet hebt, dan is het nogal gauw en je werkt bij een topclub, dat je faalt. En dan krijg je andere commentaren. Ja, daar moet je tegen kunnen. Dat hoort ook bij ons vak. Zeker als coach, als speler heb je er misschien iets minder last van. Zondag om 16:45 begint de topper PSV Ajax in het Philipsstadion. Studio 040 doet vanaf 16:30 live verslag op de radio.